Rubens, proeflokaal Utrecht, Oudegracht. De plek om lekker wijn te proeven of om te drinken. En dat gaan we vandaag maar eens proberen. Bij Franse Bon Viveur brengt Beaujolais de onmiskenbare Utrechtse rieren op het gezicht. Voor hen is Beaujolais een wijn die je met vrienden drinkt. Liefst met volle teugen en uit volle glazen. Nee, als er nou één echte tafelwijn is... Dan is het Beaujolais. Ja, zeker. Het is echt een top eetwijn. En het is ook echt gewoon om te tafelen en om het lekker te drinken in plaats van lang over te filosoferen. In Frankrijk snappen ze dat wel. Ga je naar Parijs of vooral Lyon. Lyon ligt natuurlijk kort onder de Beaujolais. Ik denk dat 50% van alle geconsumeerde wijn in Lyon Beaujolais is. En de andere 50% is Noord-Rhône, maar dat tezijde. En het grappige is, in Lyon hebben ze zelfs een uitdrukking daarvoor. Ik kan het niet in het Frans, maar ik weet dat de verdaling is dat je eigenlijk spreekt over drie stromende rivieren door Lyon. De eerste, de Saône. Mm-hmm. De tweede, de Rhône uiteraard. En de derde, Beaujolais. Ja. Want het stroomt daar als een rivier naar binnen. Heel Utrecht weet natuurlijk dat je eigenlijk hier aan de bar moet zitten of op buiten voor een goed glas wijn. Heb je ook specifiek iets met Beaujolais? Ja, ja zeker. Het is een van mijn favorieten. Dus, maar het heeft niet zo'n goede naam. En dat is eigenlijk een beetje onterecht, denk ik. Ik denk dat als je prijskwaliteit iets leuks zoekt in de Beaujolais, dan heb je echt een mooi glas. Verteerbaar, lekker. En een glas voor echt in de bar, zeg ik altijd. Je hoeft daar niet 5 gangen diner bij te hebben, maar het is heerlijk om een glas Beaujolais te drinken. Fruitige Beaujolais wordt gemaakt van blauwe Gamay-druiven, geteeld op de ruwe, verweerde granietbodem van de wijngaarden die zich ten zuiden van Mâcon uitstrekken tot aan de poort van Lyon. Wat is ook alweer de geschiedenis van Gamay? Het is een druif met dezelfde voorouders als Pinot Noir en Chardonnay. En hij is ook in de Bourgogne ontstaan, in het gehucht wat ook Gamay heet. Heel toevallig. Bij Saint-Aubin, toch? Ja, ja. En het is vrij bekend dat het een druivenras is dat volgens mij door Philips de Stoute is verbannen uit de Bourgogne. En eigenlijk omdat hij te succesvol was. Want dit gaf meer opbrengsten. Je kon er weer meer wijn van maken. En de druiven werden niet vaak beschimmeld of ziek, zoals bij Pinot Noir. En het was ook nog eens gewoon een heel erg plezierige wijn. En hij had misschien niet de diepgang van een Pinot Noir. En dat was de reden dat ze er uiteindelijk mee zijn opgehouden. Ja. Maar ja, het is, bij de zuiderburen is het een succesnummer geworden. Ik denk ook die bodem, tot daar die Beaujolais het eigenlijk beter op doet als op de Bourgogne bodem, laten we het zeggen. Omdat dat Bourgogne, die gaan niet de bodem zorgen dat die druif niet automatisch hoge opbrengst geeft, denk ik. Dus tot die daar juist die fantastische wijnen geeft. Ja, dunne schilletjes, weinig tannine, goede zuurgraad. Ja. Ja. Qua aroma's vind ik het lastig om te zeggen, dat is een typisch Beaujolais aroma. Het was een typisch Gamay aroma, want heel herkenbaar zijn altijd die snoepjes en die bananenschuimpjes, maar dat is afkomstig van de vinificatie en niet van de druif. Grappig is, we hebben een flesje mee van Bourgognehuis, Robert Desnoyers. En die heeft een cuvée Jules Chauvel, terwijl het is een wijn vernoemd naar eigenlijk de mentor van Le Pierre. Die Jules Chauvel was ook een wetenschapper en die kwam op het idee om juist in de Beaujolais zonder sulfiet te werken, om in de wijngaard biologisch, biodynamisch te werken. Dit is natuurlijk echt een beetje de grondslag van wat we vandaag ook heel veel zien in de natuurwereld. Volgens mij is het wel leuk om... Inspirator van de bendeleden? Ja, maar ja, we hebben het natuurlijk over de bende. Hè? Dus Marcel Lapierre was eigenlijk de grondlegger van de bende zonder zwavel, zoals we het in Nederland noemen. Maar het is eigenlijk, als je het goed beschouwt, tegenwoordig de bende van 100, denk ik. Want er zitten ontzettend veel van die boeren die op dezelfde manier werken als Lapierre ooit wat is gaan doen. Maar heb je ook een verklaring waarom er zoveel natuurwijn in de Beaujolais wordt gemaakt? Los van de trend. Ik denk sowieso, hè, wat ik net zei, Lapierre is daar natuurlijk begonnen. Die heeft heel veel mensen geïnspireerd. Die andere bendeleden, die zijn eigenlijk op diezelfde manier wijn gaan maken. Omdat ze in aanraking kwamen met Lapierre. Die is gaan vertellen van, hey, kijk eens wat ik doe. Lapierre was niet alleen een goede wijnmaker, ook heel enthousiast over zijn manier van werken. En wilde eigenlijk heel veel mensen aansteken met dat virus. En je ziet nu dat neefjes en nichtjes van Lapierre, die gaan nog steeds actief zijn. Hij is zelf helaas overleden in 2010. Zijn kids die maken nu wijn. Maar ook daar zie je weer dat die veel vrienden hebben of veel bevriende wijnmakers die op dezelfde manier wijn maken. Ik denk dat daar die hele natuur is natuurlijk niet in de klassieke gebieden vaak. Ze verkopen wijn toch wel. Mm-hmm. En juist in die gebieden waar je het misschien wat moeilijker hebt, waar het niet automatisch verkoopt. Ik denk dat je daar die nieuwe ontwikkelingen allemaal ziet. Ja.
En nu we het toch over ook de Bourgogne hebben, want volgens mij de Beaujolais valt, geloof ik, volgens de wijnwetgeving wel onder de Bourgogne. Maar in hoeverre is Beaujolais nou, lijkt het op Bourgogne en ja, hoeverre juist niet? Ja. Ik vind het eigenlijk weinig te maken met de Bourgogne. Ik denk juist dat de Beaujolais zo goed is in die Gamay. En dat is niet iets wat je nou typisch in de Bourgogne terugziet, behalve in, mm-hmm. in Mâcon, in het zuiden van de, ja. van de Bourgogne. Maar om eerlijk te zijn vind ik dat nou vaak weer waardeloze wijnen. Ja. Dus ander druifras, andere bodem. Er zijn wel Bourgogne-producenten die in de Beaujolais wijn maken. Sommige Beaujolais kan ook echt wel een beetje Bourgondisch zijn, maar er is ook wel andere stijl Beaujolais volgens mij. Nou ja, wat vind je van deze stijl? Ja, ik word hier blij van. Dat, En ze zeggen wel eens dat wijn, maar, of ja, ik zeg van wijnboeren zeggen, maar eigenlijk moet je ook van wijnmakers spreken in de Bordeaux. Die kunnen nog wel eens een beetje neerkijken op wijnmakers in Bourgogne. Die vinden het een beetje boeren. Grappig vind ik. In de Bourgogne vinden ze wijnboeren in Beaujolais vaak weer een beetje boeren. En als je dit proeft, snap ik ook een beetje waarom. Want het ja. is een beetje alsof je op een boerenerf aangekomen ja, bent. Ja, dit is best wel. Het is een beetje dat dierlijke. Maar het heeft ook sap, hè? Want dat is het. In de morgen vindt men in het café de wijnboeren met ruim bemeten baretten. Hun bruine pretogen en rode wijnkoontjes om een eerste rouge te drinken. Ze praten dan over het weer, de wijn. En hoe kan het ook anders over eten? Dat is de Beaujolais. Wat ik nog wel eens heb met Beaujolais natuurlijk, omdat die Camé eigenlijk alleen daarvoor komt, is dat een soort unique selling point of is het juist wat het een beetje achterhoudt? Chardonnay wordt overal verbouwd en je hebt een Chardonnay, ja, noem maar op, Californië, maar je kan hem ook uit Australië hebben. Ja. En iedereen bestelt een Chardonnay. Dit is zo specifiek, omdat je het eigenlijk alleen maar in de Beaujolais ziet. Tot voor mij is dat juist iets unieks, maar ik denk dat het voor het grotere publiek daarom wat moeilijker wordt. Ja, omdat als je drinkt, drink je Camé. En je drinkt geen Camé uit Portugal of uit Italië. Ja. Ik denk dat natuurlijk ook gewoon als je het naar de consument vertaalt, dat Beaujolais is natuurlijk het merk. En het jammer is dat het een merk is met iets... niet altijd even terechte, maar toch wat besmette reputatie. En dat komt natuurlijk door de... He, de wat slechtere Beaujolais, die zeker in het eind vorige eeuw gemaakt werd. De hele goedkope Beaujolais Primeurs, die eigenlijk ook zo goedkoop in de winkel moest komen te liggen. En daarmee valt Beaujolais gedeeltelijk een beetje in hetzelfde schuitje als een zeg Sherry of Riesling. He, dat mensen die associëren dat vaak met de slechtste kwaliteit die er bestaat. Dat zie ik ook vaak bij Zuid-Afrika. He, als ik bijvoorbeeld mensen vaak die niet zo met wijn bezig zijn, af en toe lekker glaasje drinken. Ik zeg ook, ik heb iets uit Zuid-Afrika. Dan denken ze meteen aan de Kaapse pracht en de Dreusteen. Terwijl, ja. Weet je, dat is de onderkant en dit is ook een bovenkant. En ik denk dat juist het leuke is aan de Beaujolais, dat die bovenkant steeds beter beschikbaar is. Voor mij heeft iedere wijnhandel in Nederland wel een Beaujolais liggen. Ik vind dat ieder restaurant of iedere wijnbar een Beaujolais per glas moet schenken eigenlijk. He, want we hebben het er al even over gehad. Het is... eigenlijk een hele loyale eetwijn. Enorm, ja. Toen Beaujolais de gevierde wijn was in de bistro's van Parijs en Lyon, gingen ook de wijnmakers in Bourgogne mee met die mode. Ze vinifieerden hun wijn licht en uitermate fruitig. Hij was gewild om zijn aangename frisheid, bloemachtigheid en fruitigheid. Maar een klassieke gemaakte Bourgogne heeft meer te bieden. De 2-3 jaar verliest hij zijn jeugdige pruimachtige fruit en ontplooit hij een diepere en vlezerige substantie. Een verborgen kracht die hij uit het niets verschoons tevoorschijn lijkt te toveren. Ja, ik zou het zelf op 15, 16 graden drinken. Ja, maar ik ken ook een zaakje waar ze het echt gewoon net zo koud als de witte wijn, echt heel koud. Ja. En dan is het ook lekker hoor. Ja. Ja. Nou, dan vind ik daarvan dat je echt wel dingen gaat missen in de smaak en de complexiteit soms. Kijk, als je een simpele Beaujolais hebt, dat kan perfect hè. Ja, basis, ja. Maar als je dan naar de cruise gaat, daar zit zoveel meer smaak aan en dan ga je dingen missen als het te koud is. Maar over die temperatuur, dat vind ik wel aardig, want wat je net ook zei, hebben ze natuurlijk Beaujolais vaak als één product. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die bij Beaujolais automatisch aan Beaujolais Primeur denken. En dat is natuurlijk vooral de hele lichte stijl. Maar als je kijkt naar die cruise, je hebt bijvoorbeeld een goede Mourgogne of een Moulin of wat over het algemeen een beetje de stevige wijn zijn. Dat kan soms toch best wel een beetje tannine hebben. Een beetje afhankelijk hoe het gemaakt is. Ja. Maar juist als het een beetje tannine heeft, dan mag het voor mij juist ietsje richting de 16, 17. Zeker. Dan 13, ja. Want anders kan het echt straf de bak worden hoor. Ja, ja. Maar dat zijn ook echt gewoon de Beaujolais die ook zeker gewoon bij een hele Côte de Buff gewoon nog kunnen.
Dus dat is wat leuker dat het zo'n flexibele wijn is. Het is je kunt het inderdaad, die hele frivole, fruitige stijl, koud in de zomer. Maar je hebt ook echt Beaujolais die met gemak rood vlees aan kunnen. Ja. Ik vind dit heel boers hoor. Het is natuurlijk een beetje knipoog naar de klassieke naturel vinificatie. Ja. Het is eigenlijk een boer uit de Marconnet, zeg ik dat goed? Zeker. Dat jij als boerman natuurlijk. Het zit op 12% alcohol. Dat is wel lekker. Dit is ook mogelijk 12,5. Het heeft super veel fruit met een boerenerfje eromheen, vind ik. Ja. En dat is het. Het is een Beaujolais Village. En Beaujolais Village vind ik zelf ook wel heel leuk, omdat we het eigenlijk net ook over de cruis. Vaak wordt beste Beaujolais komt uit de cruis geroepen. Of het algemeen is het ook wel zo, hè? De Fleury van Metras als voorbeeld. Maar in Beaujolais Village heb je ook hele leuke dingen. Want er zitten, ik dacht, een kleine 40 dorpjes die Beaujolais Village mogen produceren. En er gaan geruchten dat twee van die dorpjes ook nog wel eens een cru kunnen worden. Lantigny en Lancy. En dat kan eigenlijk net zo goed zijn als een cru. Je kunt misschien nog beter letten op de producent dan op de classificatie. Ik denk in heel veel streken is dat zo, maar zeker in de Beaujolais denk ik. Ja, en over die cru's, want met die cru's heb je toch wel, het zijn er 10. Nee, Saint-Amour, de Amoureuse, Juliana, de Marcante, Chenas, de Bloemige, Moulin-Enfant, de Gereputeerde, Fleury, de Geurige, Chirouble, de Lichtgewicht, Morgon, de Fruitige, what the fuck, Regny, de Benjamin. Sorry, het is Regny. Regny, neem nog even Regny. Côte de Brouilly. De zwaargewicht en broei, de ferme. Heel vaak lees je in de boekjes of van ja, de Fleury, dat is de vrouwelijke. En dan heb je de ander die smaakt naar rozen. En dan heb je ene die heel stevig is, maar is ik dat heb, zo? Ik heb wel eens een keertje een cruavond gedaan bij me alle cru's. Blind moesten proeven, jij was daarbij trouwens, Wouter. Ja. En ik had echt geen idee. Het is totaal niet te doen. Sommige dingen ken je wel een beetje. Er zat ook een Loire Gamay tussen. Ik dacht dat dat een Fleury was. En de stevige Moulin en verder dacht ik van dat het een Saint-Amour was. Ik zat op een gegeven moment gewoon te gokken. Kijk naar de producenten, niet naar de cru. Hoeveel is zo hip en natuurlijk als dit is? Is dat echt een heel klassieke wijn? Mooi etiket ook. Wat grappig is, ze werken biodynamisch. En het is een hele oude familie uit de 19e eeuw. Volgens mij is de 6e generatie die wijn aan het maken bij Château Thiver. Volgens mij is het een van de weinige chateaus ook, want overal kom je nou een château tegen in de Beaujolais. Het etiket, dat valt bij mij een beetje in de categorie Tudonia, super klassiek, maar het is wel heel mooi wijn. Ja, het is een beetje de klassieke stijl. Mensen vergeten tegenwoordig ook een beetje dat dat ook bestaat. Tegenwoordig is Beaujolais natuurlijk best wel hip in de natuurwijn scene. Nou ja, die vorige wijn die zou daar goed passen. Ja. De Lapierre is natuurlijk daar een god, Metras daar een god. Maar er zijn nog heel veel wijnboeren die biologisch, biodynamisch werken, maar zich niet zozeer als een natuurwijn profileren. Dat is dit ook. Dit is ook echt een beetje mooi op het rode fruit. Echt een beetje sensuele stijl. Ja. Het is wat meer jammig, het is wat meer echt wat warmer ook, heb je het gevoel hierbij. Het is ook 2018. 2018. Ik zat net te kijken, ik pak even het jaar erbij en dat heeft natuurlijk ook te maken. Verschillende jaargangen. Ik denk zeker bij de... Ja, bij de coach kan je dat echt wel proeven ook. Van deze, als je het vergelijkt met die vorige? Ja, ik vond die vorige lekker, maar dit is wel wat preciezer gemaakt. En wat, ik vind het toch wel mooier, denk ik. Ik zit te twijfelen. Ik vind het allemaal wel wat hebben, er zitten grote verschillen tussen. Het is zo'n groot verschil dat ze ook moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Dit is wat, misschien wat klassiekere stijl. Ik hou het ook wel als er iets... Ja, niet helemaal goed, dat is niet het juiste woord, maar als er een beetje... Hij moet een beetje speels hebben. Randjes hebben, dat je denkt van ik vind dit heel mooi. Ik vind het misschien ook wel vrij vol hoor, qua stijl gemaakt. Ja. Zeker als je dan vergelijkt, het is echt het donkere fruit zit er bij mij echt in. Het werkt heel goed met die Rillette. Ik denk dat dit ook wel echt, dit zou weer zijn wat je zegt, dit wat meer voor het voorgerecht en dan trek je dit ook bij het hoofdgerecht. Deze heet Le Cep Vignes, is het eigenlijk een blend van zijn 7 wijngaarden. Hij heeft 7 kleine wijngaardjes en die blendt hij in deze wijn, maar hij heeft dus ook 7 andere cuvées waarbij hij de single vineyard wijnen doet. En daarover gesproken, dat is wel iets wat je steeds meer gaat zien ook in de Beaujolais, want ze hebben de laatste jaren heel erg goed in kaart gebracht wat de wijngaarden zijn. Ze hebben hele dure bodemonderzoeken gedaan waar ze echt heel diep de bodem zijn ingegaan om te kijken, niet alleen wat is de toplaag, maar hoe ziet die hele bodemstructuur eruit.
En dat zijn ze eigenlijk gaan afbakenen. En ik heb ook nog een andere wijn mee. Het is een Morgon en er staat een groot Corselet onder. Dat is een van de wijngaarden in Morgon. Heel veel mensen kennen bijvoorbeeld de Côte de Pie. Dat is een beetje de bekendste wijngaard in Morgon. Morgon wordt over het algemeen wel gezien als een van de stevige wijnen. Nou, dit is Chastelet, niet in Nederland verkrijgbaar. De doorsnee Beaujolais drinkt men altijd jong. In principe is hij 1 tot 2 jaar na de oogst op zijn lekkerst. Waar of onwaar? Kan het niet ontkennen. Onwaar. Dit zit nog een beetje dicht. Ik vond die andere echt... Ja. Echt al meteen hup. Ja. Dat is nog een beetje... Ik denk dat dat voor 18 jong is. En voor de rest zou ik het schenken. Nu. Het zijn natuurlijk geen bewaarwijnen. Nee. Maar ik heb wel... Deze toch wel? Of? Nou, ik bedoel meer... Ik zie niet in waarom je een Beaujolais meteen 10 jaar zou moeten bewaren. Nee, zeker. Maar ik heb soms wel, en dat vind ik ook een beetje bij deze, dat het soms na 2 of 3 jaar net even wat smoother is. Het moet even openkomen, maar het is niet iets wat je per se... Want het mooie van is dat zijn die fruitaroma's bij deze wijn. Je wil ze gewoon op het fruit drinken. Zeker. Gewoon echt niet wachten. Gewoon lekker op het drinken. Ja, zeker. Maar ik denk wat je zegt, als je een goede producent hebt... Als je 2, 3 jaar wacht, komt er net weer iets ontwikkeling in. Kunnen ook 10 jaar oud worden sommige. Ja, zeker. Ik weet niet of dat de stijl van de mijne is. Hè? Dat is een beetje wat jij ook niet zegt. Een ding soms bij Beaujolais. Wanneer is het nog wel of geen Beaujolais? Want er zijn inderdaad een paar van die boeren die maken de hele dikke, zware wijn, soms hout gerijpt. En ik heb dat echt wel eens bij Blindproeverij voor Noord-Rhône aangezien. En ik vind het hartstikke lekker, want ik ben ook gek op Noord-Rhône. Ja. En dan vraag ik mezelf dan altijd af, is dit de reden waarom je Beaujolais koopt? Waarom je Beaujolais bestelt? Als het zo geconcentreerd is, dan denk ik van super gaan verwijderen. Ja. Maar het probleem is... Het is atypisch. Het is op zichzelf heel goed, maar het is geen Beaujolais. Oh, het staat er wel op. Het is wel lekker trouwens, dat peperige. Ja, die peper is echt topcombinatie. Ja, nou, dat is niet mijn favoriet, maar echt dat peperige, dat komt perfect met je wijn. Dat is echt... Het verfrist een beetje je palet, het schoont een beetje, dat vettige, dat filmende in je mond. Een beetje, en je neemt een mooie slok wijn en het is weer, je hebt zin om een tweede hap te nemen en een tweede slok. En leuk vind ik alles wat we nu proeven, eigenlijk geen van de wijn die we proeven van vandaag, vind ik dat het echt heel erg snoeperig is of dat cliché bananenschuim. Helemaal. Ik denk echt dat je vooral proeft hoe de wijn gemaakt is en wie de maker is en de identiteit van de maker. Ik vind dat wat er nu een beetje op tafel staat ook een beetje de... tegenstelling is tussen de meer naturele manier wat je zoveel ziet in de Beaujolais en de wat klassiekere manier zoals dit. Maar ook daar zie je weer dat je veel onderscheid kan maken. Hè? Pak je bijvoorbeeld een Georges de Buff. Dit jaar overleden trouwens de grootste naam eigenlijk uit de Beaujolais. Die heeft, ondanks dat ik zijn wijnen niet de top vind, wel het Beaujolais op de kaart gezet de laatste 30 jaar. Ja, misschien op een verkeerde manier. Maar als je die wijnen proeft, daar vind ik vaak wel een beetje dat snoepig in zit. Maar dat heeft te maken met het gistgebruik. Het heeft te maken met de Mascherano Carbonie kan soms een beetje dat snoepig opleveren. En ja, je hebt natuurlijk ook boeren die semi-carboniek werken. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk de hele trossen, die in de Beaujolais verplicht handmatig geplukt moeten worden, die gooien ze in een grote vergistingskuip. Die gaat op een gegeven moment dicht. En eigenlijk door het gewicht van de druiven barsten de onderste trossen open, waardoor er sap ontstaat en eigenlijk komt daardoor vergisting op gang. Door die vergisting ontstaat een koolzuur en onder die druk van die koolzuur vindt er, dat is eigenlijk geen vergisting, maar een enzymatische omzetting in de druif plaats. Wat bij een gewone Mascherano Carbonie dus verantwoordelijk is voor eigenlijk de opstart van de vergisting. En dat geeft eigenlijk een beetje dat snoeperige. Ja. En dat is ook een vergisting die zeg maar in de druiven plaatsvinden, dus nog voordat ze zijn geperst. Daarna moet ze nog geperst worden eigenlijk. Ja. En daardoor krijg je die stijl. Ja. Maar dat is ook weer, als het zo warm is, om dan je frisheid in je wijn te houden natuurlijk. En je alcohol, je moet die druiven wel goed verzorgen. Want als het te warm is en je hebt die suikers. Ja. Nou, dat is denk ik wel een probleem aan het worden in de Beaujolais. Of een probleem aan het worden, dat merk je soms. Want zeker als de boeren wat frisser stijl willen maken, moeten ze soms gewoon wat eerder in het seizoen plukken. Ja. En omdat je in de Beaujolais met hele trossen moet werken, is het wel belangrijk of die steeltjes een beetje rijp zijn. Ja. Het probleem is, als die steeltjes ook onrijp zijn in de druiven, krijg je een hele vegetale, groene, straffe wijn. En daar wordt niemand blij van. Terwijl, dat is de afweging, ga ik mijn druiven langer laten hangen. Je wil wel een droge wijn maken. Ja, en dan gaat het wel. Gewoon te maken met meer alcohol. En dan krijg je een Beaujolais zo'n 14,5. Ik heb net een keertje een Beaujolais van 15% alcohol. Ja. Die kon het hebben.
Maar ja, als dat standaard wordt, dan denk ik dat de essentie van Beaujolais ook een beetje verloren gaat. Er wordt nog wel eens gezegd over Beaujolais, ja, dat kan nooit uitgroeien tot een echt grootse wijn. Of hè, dat heeft niet de complexiteit van een Bourgogne of een Bordeaux. En ik denk dat dat over het algemeen ook wel een beetje zo is. Maar ik denk dat dat juist ook de charme is van Beaujolais. Ja. Misschien is dat juist wel het unique selling point. En het heeft ook niet die pretenties. Dat is het leuke. Het heeft ook niet die prijzen, het heeft ook niet die status ademt het totaal niet. Dus dat is juist het leuke. Het is zo lekker dat je ook gewoon een wijn hebt die, die gewoon ze geeft en plezierig is. Want dat is wel echt, het is gewoon, het is gewoon je vriendje. Het is lekker. Toch? Ja. Moest bij deze fles, dat is voor mij een beetje jouw favoriet. Ja, als ik zo kijk wat ik geproefd heb, zit ik daar echt... Ja, dat is ook wel wat verder, want dit is een beetje boers, net als Wim zelf. Dan hebben we natuurlijk, dit is een beetje Porsche, nou dat past dan een beetje bij Wouter. En dan hebben we een wat intellectuelere... Ah, intellectuelere dat was mijn favoriet.